Een wandobject van de Euromast hangt hier in het atelier van Ron van den Ende. Ja, hoe heb je dit gemaakt? Het wordt eerst helemaal opgebouwd in multiplex, lage multiplex, waar ik steeds weer wat van afschaaf en weer wat opplak, net zolang tot ik de juiste vorm heb. Vervolgens verzamel ik, ga ik in mijn atelier op zoek naar het hout in de juiste kleuren en dat wordt helemaal bij elkaar gepuzzeld. Eigenlijk maak ik zelfs soort puzzelstukjes om een soort van illusie van ja, glas en schaduw en dat soort dingen in te kunnen bouwen. Want niks is zelf geverfd, hè? Je hebt er niks aan toegevoegd. Nee, dat is helemaal niet zelf geverfd. Het is inderdaad, af en toe lijkt het alsof er dan zwarte lijntjes opgetekend zijn of zo, maar het is allemaal houtinlegwerk. Dit is inderdaad de Euromast die, zoals die was tussen 1960 en 1970. Het is wel grappig, want ik heb dit beeld eigenlijk 12 jaar geleden ook al een keertje uit willen voeren. Maar toen lukte het niet, omdat ik niet het juiste aanzicht kon vinden. Maar omdat je inmiddels dus allemaal mensen hebt gehad die met drones overheen gevlogen zijn, kun je dus op YouTube allemaal filmpjes vinden. En dan kun je eigenlijk bijna ieder aanzicht wat je maar in je hoofd haalt, kun je terughalen. En dat heb ik dus gebruikt om eigenlijk een soort van reconstructie te maken van de situatie van de eerste 10 jaar van de Euromast. Dus zonder Space Tower. Waar komt die te hangen? Hij komt te hangen in Euromast. Als je eind maart daar op bezoek gaat en je stapt uit de lift, dan loop je er eigenlijk tegenaan.